Deze week een heel simpele tip. Houd zo positief mogelijk op Facebook. Op café zit je ook niet graag met iemand samen aan tafel die enkel zaagt en klaagt. Wel, op Facebook is het net hetzelfde. Dus probeer het zo positief mogelijk aan te pakken en dat zal jou en jouw volgers te goede komen. Dat blijkt ook uit ons dataonderzoek. Uit heel veel politieke berichten, commerciële berichten die wij hebben geanalyseerd, zien we dat de positieve berichten heel vaak veel beter werken dan de negatieve berichten. Dus hou het zo positief mogelijk. Volgende week alvast een nieuwe tip voor jullie hoe jullie Facebook beter en efficiënter kunnen inzetten. Ciao, ciao!